Als acteur heb ik heel drukke draaischema's. Dat is zo, dat is altijd geweest. Dat zal nog voor heel lange tijd zo zijn. Een draaidag begint bij de koffieapparaat. En dan ga je naar de make-up en dan kostuum. En dan een uurtje later of zo ben je helemaal klaar. Van maandag tot en met vrijdag draaien. Je staat om 5 uur op. Je vertrekt rond 6 uur, 7 uur op de set en dan draai je tot 6, 7 uur. En dan is het wel fijn om een plek te hebben waar je een beetje kunt terugtrekken en tot rust kunt komen. En Ardennen is voor mij en voor ons, voor mijn gezin, echt de ideale plaats om dat te doen. De natuur brengt je altijd terug bij jezelf. Je kunt niet anders. Er is geen andere weg dan naar jezelf in de natuur. Een wagen is in mijn leven op verschillende leeftijden heeft dat altijd een ander soort van belang gehad. Plots had ik toch behoefte aan een wagen die heel veilig ging zijn, want ik verplaatste me toch enorm veel al. Dan kreeg ik een gezin, dan werd het belangrijk dat die groot genoeg was ook en dat hij een grote koffer had en zo. En, maar betrouwbaarheid, dat eigenlijk in de eerste plaats. Daarna, als ik meer en meer ging werken, dat was het belangrijk dat die ook comfortabel was. Een wagen zoals ik hem nu heb, eigenlijk, dat is eigenlijk een wagen waar ik altijd naar verlangd heb.